Dag Piet, er is mij gevraagd in het kader van vieren van uw pensioen kort enkele zaakjes toe te lichten en u die dan te bezorgen. Ik besef dat je een hele tijd bij ons bent geweest, een stukje zelfs voor mij ben je op het labo geweest. En ik heb een zeer goede herinnering aan onze samenwerking en alle verschillende aspecten. En ik wil er zeker aan de hand van de enkele dia's die ik er heb voorbereid, op basis van foto's die ik heb teruggevonden, ook enkele dingen die ik uit uw Facebookpagina heb gehaald, enkele zaakjes oproepen die mijzelf, maar ook de groep waarbij je hebt gewerkt, even willen verduidelijken, vervolledigen en de dank uitspreken voor al uw activiteiten in dat kader. Ik weet dat je sinds begin de jaren 80 de groep rond Houtingen heeft vervoegd, dat je rechtmatig op pensioen hebt gezien je leeftijd, maar dat je ook een hele mooie datum hebt uitgekozen om op pensioen te gaan, namelijk het volledig symmetrisch datumsysteem. Het wordt ook zeer sterk geapprecieerd dat je vandaag de dag nog als vrijwillige medewerker bij ons bent. Ik wil de tijdslijn nog even schetsen en ik heb in het felle aangekleurd waar je daarin is in plaats. Je zult je ook wel herinneren dat vroeger van een leerstoel, laboratorium, biologie en technologie van het hout. Kort voor jij in dienst kwam, dacht ik, werd dat dan samengevoegd met de zaken rond plantecologie. Daar heb je zelf een hele tijd meegemaakt. Om uiteindelijk dan vanaf eind jaren 80, 1988 precies, dacht ik, afzonderlijk twee laboratoria terug te vinden. Die dan eindelijk zijn onder groepen ondergebracht, vakgroepen in 1992 bos- en waterbeheer. En sinds 2018 de omgeving. Ik heb er ook nog een lijntje bijgevoegd en ik wil u daar zeker ook in de toekomst laten in participeren. Je bent eigenlijk ongeveer op pensioen gegaan op het moment dat we met de hele onderzoeksgroep eigenlijk zouden kunnen vieren dat we een vijftigtal jaren bestaan. Ik heb hier samen met Jan een tijdslijn wat uitgewerkt, waarbij vanzelfsprekend uw beginperiode met Jeff Schalk, later dan met Mark Stevens. Sinds vele jaren ben ik zelf in directe relatie gekomen met jou, later dan als verantwoordelijke van de groep. En sinds 2016, staat hier aangegeven, is Jan ons dan ook als collega-prof komen vervoegen. En onder dat gesternte van vele professoren heb jij allerlei activiteiten uitgevoerd, die ik zeker niet allemaal ga opsommen, maar ik wil er ook enkele van toelichten. Ik wil in eerste instantie je grote verdiensten rond houtanatomie onderstrepen, zowel naar de studenten toe en ook het feit dat je heel recent nog hebt geëngageerd om rond de macroscopie van houtsoorten na je pensionering ook nog allerlei beelden in te spreken. Hier een beeldje rond Darken het Meranti daar rond, maar zeker ook de zeer sterke appreciatie van de studenten naar jullie toe. De expertise die je in de buitenwereld, buiten de universiteit hebt kunnen waarmaken. Maar ook de ondersteuning van doctoraatstudenten, medewerkers in deze context is altijd heel sterk geapprecieerd. En dat is uiteindelijk maar één van de aspecten waar je bij ons toe geëngageerd hebt. Het is ook altijd heel leuk geweest om met Piet kennis rond wijn, appreciatie van bier te kunnen delen met de groep, daarover te kunnen discussiëren, nu en dan eens een glaasje te kunnen samen nippen. Een zeer fijne herinnering hebben we daar als groep zeker aan. Het is ook altijd heel leuk geweest om, en dat is voor u een tweede rode draad door je leven, je vader en de kunst daar rond, en niet alleen kunst gerelateerd aan je vader, maar ook de context daar rond en de interactie van sommige activiteiten met onze groep. Zelfs heel concreet het bezoek van een tentoonstelling, de verhalen daar rond, ook de lijnen naar het artistieke, die is zeer sterk ook binnen onze groep meegenomen en altijd heel sterk geapprecieerd door de mens. We beseffen ook maar al te goed dat u graag met de natuur, en ik denk dat uw vorming destijds, maar ook heel uw carrière, ik herinner me nog heel goed dat je jaarlijkse Ardennenuitstap, heel dikwijls zwemmen in leiarmen, en hier enkele beelden die ik van uw Facebook heb gestolen, waarin duidelijk in je element bent op de trektochten door de wereld, zou ik maar uitdrukken. En dan ook het feit dat je heel dicht bij de natuur zit, is waarschijnlijk niet een leiarm, en nu niet zeker, maar ook de activiteit aan je woning en andere zaken die in een wisselend patroon je leven hebben bepaald. En ik denk dat dat
op het ogenblik misschien de kansen biedt om daar nog meer op in te zetten. Misschien niet zozeer aan de werk en aan de woning, maar vooral aan de vrije tijd en de verblijf in de natuur. Twee beeldjes vanuit je tuin, denk ik. De mooie beeldjes die erop wijzen dat Piet in eerste instantie ook een levensgenieter is. Dat hij weet hoe dat hij de joie de vivre in de praktijk moet omzetten. Hoe dat hij dingen combineert. Hoe dat hij zijn functie binnen de universiteit heeft gecombineerd met toch een. Ik denk dat het voor een stukje een hobby was bij u om in tuinaanleg en die zaken ook de natuurlijke aspecten zoveel mogelijk te onderscheiden. En misschien nog het sterkst, het feit dat je een deel uitmaakte van een team die met een wisselende samenstelling, hier wat recenter en dat wat van vroeger, verschillende omstandigheden waarin Piet altijd een belangrijke functie speelt, waar Piet altijd een belangrijke mede-teamspeler werd beschouwd als in de groep. En tenslotte in een laatste beeldje, een overzichtje van ja, heel recent of in de nabije toekomst, of waar je het ook moet bekijken, waar zelfs al uw opvolger op vermeld staat, maar ik wil er in elk geval van uitgaan om nogmaals te onderlijnen. Beste Piet, het labo zal je missen. Hartelijk dank voor alles. Het gaat je goed op pensioen en tot in de draai. En dat laatste is vanzelfsprekend een continuering van allerlei zaken.